Mark, gefeliciteerd. Opnieuw winnaar van de Gouden Ui na een wedstrijd waarin jij afscheid moet nemen op een manier die jij niet hoopte. Nee, dat klopt. Rond de 70e minuut volgens mij verdraaide ik, tenminste ik voelde je mijn knie knappen. Toen wist ik gelijk, want toen kon ik er niet meer strekken daarna. Toen dacht ik, ja, dit zit niet goed. Ja, wat zegt jouw gevoel nu? Nou ja, moeilijk te zeggen. Ik weet alleen wel dat ik ooit een keer aan mijn rechterknie dit zo heb gehad. Maar dat is wel echt al, was ik een jaartje of 15, 16. En toen zat mijn knie op slot. En toen bleek mijn meniscus kapot te zijn. En nu zit hij misschien iets minder op slot. Maar zo'n gevoel had ik wel. Het is moeilijk te zeggen of het hetzelfde gevoel is, want lang geleden. Maar ik voelde wel iets niet helemaal goed gaan. Ja, je zat natuurlijk een tijd in de kleedkamer en je had eigenlijk helemaal geen zin om naar het veld te komen, hè? Nou ja, ik zat op de bank en ik kon mijn been amper of mijn knie bewegen. Toen dacht ik zo, ja, dan op dat moment wil je eigenlijk even helemaal niks. Maar nu, ondanks dat dit gebeurd is, laat je even alle zakken en dan is het helemaal niet erg om hier te staan. Dus. Ja, Ad Hendricks als voorzitter kon afscheid van je nemen. En ja, toen kreeg je de verkiezing van de Gouden Ui. Ja, het is ongelooflijk. Je speelt 3 seizoenen bij Rijnbrugse Boys. Het eerste jaar won je hem. Vorig jaar werd je tweede en nu weer eerste. Jij bent ontzettend populair bij de Rijnsburgers. Ja, nee, dat heb ik net ook al gezegd toen ik hem die prijs kreeg. Kijk, ik waardeer dat enorm. Ik ben hier vanaf dag 1, wat ik al zei, voelde ik die waardering ook. En ik heb me elke dag of elke zaterdag met veel plezier en veel inzet voor Rijnsburg heb ik gespeeld. En het is natuurlijk heel leuk dat je die waardering ook krijgt. Maar zoals ik ook al zei, zijn in ons team heel veel goede spelers. En de een heeft meer dat type spel dan de ander. En misschien is het ook weer zo. Dus. Wat ik nu zeg vind je niet leuk, maar ik zeg eigenlijk, je had van ons echt niet weg hoeven, hoor. Nee, wat ik zeg, het is ook niet dat ik thuis de slingers ophang dat ik weg ga bij Rijnsburg, helemaal niet. Want ik denk dat als ze puur op voetbal gaat kijken, dat ik graag hier had gebleven. Alleen, zoals ik ook al eerder aangaf, er zijn meer dingen in het leven. En in mijn werk, er komt thuis, er komt een kleine aan. En dat er iets meer balans in het leven moet komen. En vandaar een keuze dat ik voor AFC. Die kleine, dat is eind mei, hè? Eind mei, ja. Dus ik hoop niet dat ik hoop dat ik snel weer kan lopen, normaal. Anders dan heb ik alsnog een probleem. Maar dat komt wel goed, denk ik. Even over dit seizoen als laatste. Het eerste seizoen scoorde jij 1 treffer. Vorig jaar 2. Ja, je had die lijn door moeten trekken, maar die tref zaten er dit jaar niet in, want het is 0 doelpunten dit jaar. Nee, ik ben niet. Ik sta op het middenveld, maar als je naar mijn cijfers kijkt qua doelpunten, dat slaat echt helemaal nergens op als ik zo terugkijk. En ik scoor gewoon eigenlijk heel weinig. En dat is misschien ook niet. We hebben dit seizoen natuurlijk als team sowieso niet veel doelpunten gemaakt. Vooral Riley heeft goals gemaakt. Vorig jaar scoorden meer mensen en dan zie je gelijk dat we ook veel meer doelpunten logischerwijs maken. En nu, van mij moeten de goals in ieder geval niet komen. Dat helaas. Kan je in een paar woorden 3 jaar Rijnsburgse Boys omschrijven? Ja, in een paar woorden. Ik denk dat het lastig nu een paar woorden is. Maar wat ik wel weet is dat Rijnsburg is een club, een topclub in de top, in de topklasse, in top amateurvoetbal. Heeft aanzien en is gewoon een hele mooie vereniging met mooie mensen eromheen, supporters, sponsoren. En het is denk ik gewoon fantastisch om hier te mogen spelen. Het enige wat jammer denk ik is dat we allemaal wel hadden gehoopt, en ik zelf ook, om met een team in die 3 jaar kampioen te worden. Dat is helaas niet gelukt. Maar ik kijk vooral terug naar nu en de afgelopen jaren. Dat is gewoon een super mooie ervaring en een hele leuke tijd. En dit zou ook niet de laatste keer zijn dat ik hier kom op de vereniging, denk ik. Dus. Namens iedereen in en om Rijnsburgse Boys, hartelijk bedankt voor jouw inzet. Voor alle wedstrijden en alle inzet die jij getoond hebt. En we gaan je terugzien, hè? Ja, heel graag gedaan. Heel graag gedaan, dankjewel.